Deze nieuwsuitzending die gaat over onderwijs. Ik heb het er eerder over gehad. Ik vind het een belangrijk punt. Een kind moet je leren van taal en rekenen. En de basis van geografie. Ja, daar heb ik het gehad. En meer zou ik niet weten hoor. Heb je nog grappige dingen als scheikunde les? Dat is ook hartstikke leuk. Maar vroeger. Bij de bibliotheek in Amstelveen, waar ik opgegroeid ben. Daar had je zo'n boekje en het heette Scheikunde thuis. Met allemaal proefjes. Met eenvoudige producten die je moeder wel had. Dus azijnzuur, soda. Nou, daar kan je reuze leuk mee rommelen. Elektrolyse. Moet je een batterij hebben. Een accu, gelijkstroom moet je hebben. Misschien dat het ook met wisselstroom kan, by the way. Maar daar moet je even over nadenken. Kan je water scheiden in waterstof en zuurstof? Dat is ook scheikunde. En natuurkunde een beetje. Ja, dat zijn leuke dingen voor de kinderen die er zin in hebben. Maar basic is dat je kinderen leert lezen en dat je kinderen leert rekenen. 3 gedeeld door 4 is 0, of 0.075. Want 100 gedeeld door 4 is 25. En 3 keer 25 is 75. Dus 3 kwart is 0.75. Simpel. Dat moet je kinderen leren. En kinderen leren dat Limburg, dat ligt in het zuiden van Nederland. En Friesland ligt in het noorden van Nederland. En leer dan die kinderen ook heel makkelijk hoe Limburgs klinkt en hoe Fries klinkt. En Gunnings. Dan heb je nog die eilanden. Op Texel, daar spreken ze van het Noord-Hollands-achtige. Ik denk dan krijg je Vlieland, dat heb ik denk ook nog. Dan krijg je Ameland. Nee, Terschelling, sorry. Dan krijg je Terschelling en dan krijg je Ameland. En dan krijg je Schiermonnikoog. En op Schiermonnikoog spreken ze Fries. Spraken ze Fries. Ik heb daar gewerkt in de keuken van een pannenkoekenhuis. Ik kon helemaal geen Fries, maar na 3, 4, 5, 6, 7 dagen. Maar tegen mij spraken ze dan Nederlands, met een zwaar accent natuurlijk. Maar na een paar dagen. Ik kan geen Fries spreken, by the way. Maar ik kon het toen perfect verstaan. Zo moeilijk is het. Nou, dat is leuk. Dat is leuk als iemand daar een verhaal over vertelt, van hoe Nederland in elkaar zit. Want Nederland is heel multicultureel. Noord-Holland is heel anders dan Zuid-Holland. En dat is weer heel anders dan Zeeland. En dat is weer anders dan Brabant. Het westen van Brabant is weer anders dan het oosten van Brabant. En Noord-Limburg en Zuid-Limburg is ook heel verschillend. En je hebt de Achterhoek en je hebt Twente. Drenthe. Ja, dat moet je kinderen leren. Maar that's it. Ik zou niet weten wat je kinderen meer moet leren. Hoor. Jij wel? Wat dan?
kinderen tot en met het 11e, 12e jaar. Wat moet je ze nou meer leren dan? Helemaal niks dan. Ja dan. Facultatieve vakken, zoals biologie, nou, dat is wel heel erg leuk dat je kinderen gaat vertellen van, kijk, de olifanten stammen niet af van de muggen. Want dat kan niet. Zie je het voor je? Eén zo'n mug denkt, wel, ben ik toch klein en de hele tijd loop ik te zoomen, ik wil liever een olifant zijn. Nee, dat gaat niet. Alsof je nou gelooft in evolutie of niet, maar een mug wordt geen olifant. Never, nooit niet. Dat kan helemaal niet. Mensen kunnen niet vliegen, bijvoorbeeld. Ja, in een vliegtuig. Ah, nee, mensen kunnen niet vliegen. Het is wel geprobeerd, hoor. Maar een opmerkelijk verschil tussen een vogel en een mens is dat het borstbeen, wat een, ja, dat kan je zo voelen, je hebt onder je keel, druk je even op je borstkas en dan voel je zo'n kuiltje. En daar zit je borstbeen, dat loopt recht omlaag en dan heb je aan de onderkant heb je de plexus solaris. Waar die zitten, de zonneplek. En daar eindigt dat borstbeen. Nou, en bij een mens is dat bij mij, dat zou ik zeggen, 60 centimeter of zo. Maar verhoudingsgewijs, vergeleken met een duif bijvoorbeeld. Als een duif zo groot was als een mens, dan had hij een borstbeen gehad van 2 meter. Ja, dan kan een mens vliegen, maar niet met een borstbeen van 60 centimeter. En dan kan je van die namaakvleugels aan je armen doen, net als die mythe van Icarus. Maar dat kan helemaal niet. Je kan niet vliegen als mens. Een beetje hanggliden. Dan moet je van een rots afspringen en dan een beetje hanggliden. Maar je gaat alleen maar omlaag. Dat is onderwijs. En dat moet primair, of vroeger heette dat, de lagere scholen. Nou, dat moet op kinderen van 11, 12 moeten goed weten van taal. Nou, Engels, dan kun je die kinderen leren, maar dat doe je tegenwoordig via Netflix. Bij Breaking Bad kijken met Engelse ondertitels. Andere grappige series. Kan het Nederlands, kan het Engels. Als je wil dat het Duits leert, dan hetzelfde verhaal. Frans en Spaans. Ja, waarom niet? Er is zo'n serie op Netflix en die heet Pablo. Die gaat over die Pablo Escobar. Heel veel Spaanse woorden zitten erin. Nou, leert je kind toch ook een beetje Spaans. Neem je kind een keer mee naar Spanje. Zo moeilijk is dat niet. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Voor de rest zou ik het niet weten. Je kind moet op een hobbyclub kunnen om te solderen of te zagen of te knutselen met andere dingen. Dat maakt geen donder uit. Nou, het moet leren lezen, het moet leren rekenen. Iets weten van geografie, dat IJsland in het noorden ligt en Vuurland ligt in het zuiden. Dus een beetje met Google Maps overal in de rond te kijken samen met je kind. That's it. Dan weet het toch alles.
geschiedenis. Dat zou ik aan kinderen niet leren. De geschiedenis is te erg voor woorden. Dus geschiedenis, daar mag je met kinderen mee beginnen. Ja. 16 zijn ze. Als je een vroege leerling hebt, misschien vanaf het 13e, die dan gaat vertellen hoe ongelooflijk gemeen mensen zijn geweest. Want dat is de geschiedenis. De geschiedenis is het verhaal van de verwezenlijking in de materie, van de gemeenheid van de mensen. Van sommige mensen. De gemene mensen die gerealiseerd hebben. Maar dat moet je niet aan kinderen van 4 vertellen. Die denken gelijk van, maar als het zo is, dan wil ik dood. Dus dat moet je niet doen. Dat is geen geschiedenis. Nou, je moet je kind Bijbel voorlezen. En in eerste instantie alleen maar de zoete teksten. Spreuken 15 vers 1. Jo, maar Piggy, wat staat dat dan? Ja, look it even fucking op, man. Romeinen 12. Nee, die Romeinen 12 vers 19 zou ik niet doen. Nee. Daar zou ik mee wachten. Maar over het verschil tussen man en vrouw. Nou, dat mag een kind toch weten. Wat is dat nou? En het onderwijs van tegenwoordig. Dus mijn kind, dat moet dan verplichten. En dan 9:10, 's morgens, 9:10, dan ging de deur van het gebouw open. En 9:15 gingen de deuren van de klaslokalen dicht. Het is 5 minuten tijd om je kind naar binnen te brengen. Dat is een window of opportunity. Walgelijk. Ik weet niet waar ik moet beginnen met de walgelijkheid. En dat, het gaat hier om de school, ik noem het met naam en toename. Die heet De Sterrenkring. Zit hier in Arnhem, bij de Spijkerstraat. Je vindt hem zo. Kijk, dat die mensen die abominabele kwaliteit leveren, is tot daar aan toe. Opmerkelijk is dat het onderwijzend personeel voor zo goed als 100% bestaat uit vrouwen. Maar oké, dat is de kwaliteit die zij kunnen bieden. Maar waarom moet je kind verplicht daar naartoe? Vraagteken. Waarom? Verplicht. Kijk, je kind leren lezen en je kind leren rekenen. Neem ik aan dat je dat zelf wel kan. En zo niet, ja, dan heb jij een probleem. Als jij je kind niet eens kan voorlezen, elke dag voor het slapen gaan, ja, dan heb jij een probleem. En dat is niet mijn probleem. Ja. Als je geen tijd hebt voor je kind, waarom ben je dan op je rug gaan liggen met je knieën uit elkaar? Met een of andere geile beer eroverheen. Want jij hebt toch geen tijd voor je kind. Ja, maar ga dan niet neuken. Hou er daar dan ook mee op.
Ja, toch? Ik ken een vrouw en ze, ja, die is in de steek gelaten door haar vader. De moeder is zwaar aan de zuip gegaan. Die woont nog ergens in Noord-Holland. En ze heeft een kind en die jongen die zat aan de speed. En die is overleden aan onderkoeling na een behoorlijke dosis speed ingenomen te hebben. En meneer verbleef in een kraakpand of zo, zonder verwarming. 'S Morgens was hij helemaal koud. Dat kwam door de speed. Ja, dat is allemaal niet leuk. Dat snap ik ook wel. En zij heeft dan, ze kwam bij mij, heeft ze een tijdje gewoond. Verbleven of gelogeerd. En haar kind was 4 en ik zei tegen haar, van moet dat kind niet naar school? Waarmee ik bedoelde, moet dat kind niet omgaan met leeftijdsgenoten? Want zij vond het leuk genoeg om naar Jan en Alleman toe te gaan. Dat is zo'n meerdere mannenvrouwtje. Met Joris en Bernhard en Gerard en Karel. Ja, dat zijn geen leeftijdsgenoten van zo'n kereltje. Moet dat kindje niet omgaan met leeftijdsgenoten? Ja, zei ze, maar het is pas verplicht vanaf het 5e jaar. Dat wist ik niet, by the way. En zij bleef, nou, een moeilijk geval. Ik zag het onheil komen, hè. Van op deze manier raak je je kind kwijt. En dat is ook gebeurd ook. Hè? Ik heb toen nog met jeugdzorg aan de lijn gehangen. En met tante van dat kindje. De zus van die overleden vader. Ik heb de jeugdzorg nog ingeprent. Van pas maar op wat je doet, man. Zo dadelijk maak je alles kapot. En die lul van een. En die man kan er ook niks aan doen. Ja, we hebben reglementen. Nou is dat jongetje op een geheime locatie. Ik zou niet, echt niet weten waar. Dat jongetje was 5 geworden. Ja, en toen had jeugdzorg een argument. Jongetje is 5. Gaat niet naar school, dus dan wordt het nu afgepikt van zijn moeder. Ja, wat hebben ze daarmee bereikt? Een jongetje had een tante. Die heb ik meerdere keren gesproken en die zei van ja, ik heb hier een kamer over en dat is momenteel 1 grote puinhoop. Maar als ik weet dat hij komt, dan wordt het opgeruimd. Heeft hij een kamer, hoor. Waar is de tante? Nee, jeugdzorg komt er even tussen. Ha, 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 ha. Want meneer gaat niet naar school en dat is onacceptabel. Meneer gaat niet naar school, dus dan wordt hij op een geheime locatie geplaatst. Terwijl, ik zei nog tegen die vrouw, ik hou het zo neutraal mogelijk, hè. Want ik ken haar. Ja, van naam dan, hè. Van stem. Ze heeft een mooie stem, heeft ze. Ik vroeg aan haar, meneer. Is er een zwembad bij jullie in de buurt? Want hij wil zo graag op zwemles. Ja, zei ze, er is hier een zwembad in de buurt. Ik zei, oh, goed. En de school? Waar hij dan naartoe moest staan? Ja, zei, die is ook hier in de buurt. Loopafstand. Ja. En ben jij bereid om dat jongske naar het zwembad te brengen en naar school? Ze zei, ja natuurlijk. Maar ze had al 2 koters. Er kan er nog wel eentje bij hoor.
een heel erg verhaal. Ik kan er de tranen van in mijn ogen krijgen, hoor. Het jongetje heet Mick. Even die, ik ga hem onder deze uitzending zetten. Geef me even de tijd. Hè? Ik heb het over onderwijs. Even naar YouTube moet. Kunnen zoeken binnen mijn kanaal. Ja, precies. Kind van de taal. Kom op, ik zei toch klik. Kom op. Nou, het is wel duidelijk dat ik dit eventjes echt het linkje moet gaan opslaan. Dus dan krijgen we hier dan even zoeken op YouTube Peggy. Winkel. Nieuws. Even een bug report gaan filen bij YouTube. Dat klopt iets niet aan jullie zoekfunctie. Mick. Kind. Kan ik mijn eigen film niet eens meer terugvinden? Gelijk even die URL pakken. Want die kan je vinden met Perry Winkel, maar als één woord, en dan nieuws, en dan Mick, met een C. Kind van de dag. Die heeft dan een hele hoop views. Gelijk de ding stort dan. Ja, 71 views. Heel droevig. Dan weet je waar ik het over heb. Ik heb het over het verplichte onderwijs. En alles wat erbij moet. Kijk, daar ga ik een zetten. Helemaal onderaan zetten. Ja. Droevig. Staat erbij. Dus onder deze video moet je naar de alleronderste gaan. Droevig en waar. Dan ben je er in één keer. Het is nieuwsuitzending. Ik kan hem zelf ook vinden. 259. Mick, kind van de duivel. Maar terug naar het onderwijs. Het hoort niet verplicht te zijn. En als moeders zo graag willen werken, want dat mag, waarom niet? Nou, dat schept een vacuüm, een markt. Nou, dan moeten mensen maar induiken. Maar wat kost dat nou? Kan je toch op internet kan je hele lijstjes maken met
op een kinderdagverblijf moet je dit hebben, dat hebben, zus hebben, zo hebben. Maar dat doe je dat toch. En daar betaal je voor. Of je bent lekker zelf thuis met je kind. Je man die werkt in de elektrotechniek, die scoort 1800 euro in de maand. Nou, en als jij niet de godganse tijd een nieuw espresso-apparaat nodig hebt, dan kan je er prima van rondkomen. Dan ben jij lekker thuis met je kind. Ja, dan moet je dat leren lezen, je moet leren rekenen. En in totaal onderwijs per dag dus een paar uur. Niet meer om. Zelfs dat vind ik aan de lange kant. Het liefst heb ik dat ouders de kinderen de deur uitsturen. Met een zakmes in de rechterbroekzak. Maar jij mag gevaarlijke dingen doen. En dan net als een Amerikaanse soldaat, zo'n touwtje om de nek. Met de naam van het kind, achternaam van het kind, het woonadres en het mobiele telefoonnummer van zijn moeder. En als je mij vindt, wie moet ik naartoe? Laat die maar lekker over straat lopen. Dat is de bedoeling. Zo voed je je kind op. Maar niet door het verplicht zoveel uur per dag te laten zitten in een klaslokaal. Gaat er weer. Ik werd echt smerig. Grootste misdrijf wat er ooit gepleegd is. Kindermishandeling. Walgelijk ben ik. En het onderwijs dat mijn kind heeft meegemaakt, als eerste bij de sterrenkring. Dat mijn dochter aan het einde van de dag terugkwam met een nieuwe wijsheid. En dat ze tegen mij zei, van pap, wij gaan geen haringen meer eten. Want dat deden wij. Want dan gaan de zeehondjes dood. In de Noordzee zitten helemaal geen zeehondjes. In de Waddenzee heb je een paar zeehondjes, maar... Ja, kom op zich. En de partij haringen, jongen. Ja, heel veel zeehondjes weten die haringen niet te vangen. Ja, dan gaan ze verhongeren of ze hebben een schimmel of whatever en dan gaan ze dood of worden ze ziek of zo. Nou, wij kunnen die haringen wel vangen. Maar die mogen we dan niet vangen, want die zieke zeehondjes kunnen die haringen ook niet vangen. En dan zou het zielig zijn voor de zeehondjes als wij dan de haringen wel vangen. En dan denken die zeehondjes van, hé, de Nederlanders die kunnen wel haringen vangen en ik niet. Oh, ik word depressief en dan ga ik dood. Maar wij kunnen haringen vangen, dus die mogen we opeten ook. Punt. En wat me dus opviel, dat op de sterrenkring, dat zijn allemaal vrouwen. Niet dat ze onaardig zijn, daar gaat het mij niet om. Maar waarom alleen maar vrouwen? Belachelijk. En dan kunnen die vrouwen dan niet omgaan met jongetjes. En dan moeten die jongetjes maar aan de amfetamine. Ja, ja. Ja, ja. Je hebt toch Wikipedia, of niet? Ja, look it up, wat de lange termijn gevolgen zijn van vroegtijdig amfetamine gebruik vanaf het 18e jaar.
je krijgt kleinere organen dan mensen die dat niet hebben gedaan. Jouw kind heb je lekker aan de speed laten gaan, aan de amfetamine. Ritalin, Concerto, dat is allemaal hetzelfde. Nou, jouw kind krijgt kleinere organen. Ook de hersenen zijn kleiner. Niet dat de hersenen een orgaan, is dat een orgaan, weet ik eigenlijk niet. De hersenen worden ook kleiner. En die hersenontwikkeling, die klopt niet meer. Maar tegen de tijd dat ze 16 zijn, dan zitten ze dus 8 jaar lang aan de speed, aan de amfetamine. En dan worden ze psychotisch. Niet allemaal, natuurlijk. Marco Robinson, die zou, of Marco moet ik zeggen, maar Marco zou gelijk zeggen, ja, ja, niet allemaal, niet allemaal. Ja, maar een aanzienlijk percentage wel. En opmerkelijk meer dan de kinderen die geen amfetamine hebben geslikt elke dag vanaf hun 18 jaar. Dat scheelt, jongen. Ik weet niet wat ik nou erger vind. Het feit dat het onderwijs verplicht is, dat is aan de ene kant. Dat vind ik erg. Maar al die mensen, al die ouders, al die moeders, die hun kind daar naartoe laten sturen en dan ook nog met amfetamine in de mik. Wat krijgen we nou weer? Ik ken het verhaal van een moeder, dat was zo'n moeilijk kindje, helemaal druk te maken. En ze zei, wat ben je druk, je was altijd zo lekker rustig. Ja, zei hij, ik ben vanmorgen mijn pilletje vergeten. Ja, want anders kunnen die vrouwen er niet tegen, hè. Ja, ik zou bijna vloeken, maar rot dan op met die vrouwen. Als die vrouwen niet om kunnen gaan met kleine kinderen, ja, rot dan op uit het onderwijs. En ga werken bij de rioolreinigingsservice. En kijk of je om kan gaan met drollen. Met een gasmasker op je snuit. Kijk of je dat kan. Want dan kan je niet met kinderen omgaan. Nee, die kinderen moeten allemaal aan de speed. En ik ben niet tegen speed, ik doe het op mijn best. Herman Brood heeft ook heel veel speed gedaan. Ik heb zelf ook speed gebruikt. Het is mij nog geadviseerd om de speedhandel in te gaan, want dat zou goed bij mij passen. En dan kon ik zelf ook, want wie appelen vaart, die appelen eet. Hè? Wat Henk Boeda tegen mij zei, van jongen, jij schrijft zo lekker. Ik schrijf ook. Ja, jij moet aan de speed, man. En nog meer tekst. Ja, ze kapot gelachen. Maar kijk, ik ben volwassen. Nee, ik kan speed gebruiken, ja, waarom niet? Ik heb er geen gezin en al de gezeiken. Ook gedoe om eraan te komen. Ja. Maar Henk zei nog tegen mij, van ja, als je toch een dealer kent. Dus ik ken een aanstuurder, een Führer. Van een speed laboratorium. Dat is een groot handel. Zo. En dan kan je kopen per ons. Echt een onspiet. En Henk zei tegen mij, Henk Boeda. Die zei tegen mij, ja, dan moet je 4 ons in 1 keer kopen, man. Dan krijg je zoveel korting. En dan praat je over 80 cent per gram. Dat zei Henk, hè, dat moet je voorstellen. Moet je €400 meenemen. En dan krijg je een pond. Krijg je 500 gram, een half kilo. Nou, daar kan ik mee toe tot aan mijn dood, denk ik. Ja, ik vind het echt lekker, zonder meer. Maar ik hoef het niet elke dag. De laatste keer dat ik het gedaan heb, is 2 jaar terug of zo. Iets korter misschien. Maar een heel klein beetje. Ik vind het smaakje vind ik lekker. Ik snuif het niet, hè. Ik ben geen speedsnuiver. Maar zo'n beetje, zo af en toe. Ik ben helemaal lukkig. Maar ik ben een oude man. Maar dat doe je niet met kleine kinderen. Maar dat gebeurt in het onderwijs. Oh, 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 oh. Tja. Wat moet je ermee aan, hè?
Ik zou het niet weten. Ik zou beginnen met te zeggen onderwijs. We maken een pagina. Want het is de taak van de ouder om ervoor te zorgen dat het kind leert lezen en leert rekenen. En basis geografie en geschiedenis pas vanaf de 13e jaar. En de geschiedenis is heel simpel. Babylon vermoordt ons allemaal. Heel langzaam. Dat is de geschiedenis. De remedie is het christendom. En dit is het. Meer heb jij maar niet nodig. Toch? Nou dan. Waarom moet je kind naar school? Dat slaat nergens op. Die hele verplichting moet eraf. Heb je het middelbare onderwijs, dat je kinderen wat verder willen, en ja, dan is het wel leuk dat er iemand richt een laboratorium in, bijvoorbeeld. En dan mogen die kinderen mogen scheikundeproeven doen, met zo'n veiligheidsbril. Ja, maar er moet wel toezicht op zijn. Nee, helemaal niet. Waarom? Als je een goede vent hebt die er zin in heeft. En wat rekent zo'n kerel dan? Ja, wat moet je dan hebben voor een scheikunde laboratorium? Ja, veiligheidsbrillen natuurlijk. Dat punt 1. Goed oppassen. De retoling. Allemaal een veiligheidsbril. Of je hebt een gewone bril van je eigen. Nou, dan hoef je geen veiligheidsbril. Als je geen bril hebt, dan krijg je even een brilletje. En dan gaan we gevaarlijke dingen doen. Met vlammen. Explosies. Wat zeg maar. Dan een periodiek systeem, de elementen erbij. En dan die kinderen goed nadenken van wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen. En zoutzuur moet je hebben. Zoutzuur en salpeterzuur. Hoe heet dat ook alweer? Weet je dat nog? Drie delen zoutzuur en één deel salpeterzuur. Hoe heet dat ook alweer? Nou, dat heet koningswater. En daarmee kan je goud oplossen. Hoe weet dat nou? Dat is de man van mijn nicht. Is dat een aangetrouwde neef? Neef of zo? Hoe weet dat dan? Stief, neef? Ah, die zit in die business dat ze oude computers opkopen. En dan gooien ze dat materiaal in een bad met koningswater. En dan lost het goud lost op. Nou, dat materiaal kan, als dat allemaal het goud opgelost is, dan haal je dat materiaal eruit. Moet je heel voorzichtig doen. Super zuur. En dan indampen. En hou je goud over. Kijk, dat is leuk. Maar dat hoef je ook niet elke dag te doen. Als je kind eens in de week of zo, dan gaat hij naar de scheikunde lokaal laboratorium. Dan gaan we helemaal van dingen doen. Of van alles en nog wat. Een basis scheikunde. Niet te ingewikkeld. De landbouwhogeschool heb ik proeven gedaan. Ja, daarom. Zo. Niet heel veel toevoegend. Je moet die basis moet je bijbrengen aan de mensen. Mini. En de rest doet ze zelf maar.
Als ze echt verder willen in die scheikunde, nou, dan gaan ze maar solliciteren. Het hele onderwijs qua verplichtheid afschaffen. En de overheid moet zich de handen ervan aftrekken, dat moet geprivatiseerd worden. Als je wil je kind naar een bepaalde school, nou, dan moet je maar gaan onderhandelen over de prijs. Maar niet verplicht. Die kinderen moeten vrij zijn. Altijd. Niet alleen met de zomervakantie. Altijd vrij zijn. Ze moeten al afwassen kunnen leren. En het bed moeten ze zelf op kunnen maken. En ze moeten de kamer kunnen stofzuigen. Alles wat erbij hoort. Nou, dat is al voldoende werk hoor voor een kind. Mama helpen met boodschappen doen. Moet je kind liggen koken? Oh, dat is heel belangrijk. Maar dat laat je dat niet op school doen. Wat is dat nou? Dat doe je toch als moeder, of niet? Of als vader? Maak een lekkere soep. Ja, maar waar moet mijn kind dan naartoe als ik ga werken? Dat zei ik net al. Als daar een behoefte aan is, dan duikt daar wel iemand in. En voor de rest doe je je kind gewoon, ja, jij moet naar je werk. Nou, je kind is achter. Jij moet naar je werk. Je kind heeft een sleutel en een kaartje om zijn nek. Een zakmes in zijn broek. Stuur hem maar naar buiten. Oh, zeg dan tegen hem van mama gaat werken. En mama komt om 5:30 thuis. Dan ga ik eten koken. Of geef je kind een horloge. Of een iPad of een iPhone. Dat kan je ook zien. Ja, trouwens tegenwoordig met een iPhone. Dat ligt er van alle dingen af. Of een smartphone. Ik zou zelf kiezen voor een Nokia, zo'n simpel oude Nokiaatje. Dan kan je zien hoe laat het is, je kan sms'jes versturen, je kan Jan en alle man lopen bellen, je hebt een contactenlijst. Klaar. Zo'n ding kost niks. Zo ga je met je kind om. Snap je? Dat is het onderwijs wat jij je kind geeft. En denk om dat zakmes. Maak daar een ritueel van. Dat je tegen je kind zegt van ja, je bent nu oud genoeg om zelfstandig over straat te gaan. Maar je krijgt een zakmes van je ouder. Een Zwitsers zakmes met een kurkentrekker en een zaagje. We gaan maar fikkie stoken vandaag. Ik deed dat, hè, als kind, een fikkie stoken. Gingen wij langs bij de Amstelvenen. Gingen we aanbellen, ik en mijn vriendjes. Ik had een geniaal plan. Heb ik wel vaker. Ik zei tegen mijn vriendjes wat we gaan doen. Wij bellen aan en dan zeggen wij dat wij kranten inzamelen voor het goede doel. Dan hadden we dan bij 3 huizen aangebeld. Dan kregen we een hele stapel kranten. Ik zei oké, wij zijn klaar. En ik had een doosje met lucifers. Al die kranten in de fik gestoken. Ja, laat dat je kind.
Ja, maar die meisjes doen. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat je daarmee moet. Ik denk dat het beste idee is dat vrouwen thuis blijven. Ja, als ze kinderen hebben. Dat ze de hele dag thuis zijn. En dan 's morgens een beetje onderwijs geven. Waar ze maar zin in hebben. Of een uurtje of zo. Twee uurtjes. En dan is het klaar. En dan moet het toilet schoongemaakt worden. En de badkamer moet schoon. En dan zuiveren. Nou. En iedereen mag doen wat hij zin in heeft. Je mag mama helpen. Of je gaat naar buiten. Niet mama lastigvallen. Want mama is aan het schoonmaken. En dan heeft mama een momentje voor zichzelf. Moet je ook niet zeuren. En anders ga je maar naar buiten. Hier heb je je zakmes. Laat je niet kisten. Maak je kind zelfstandig. En leer je kind om zelfstandig te denken. Het niet dat jij de hele tijd de baas gaat lopen spelen. Want je doet alleen maar basisdingen uitleggen. Dus lezen, rekenen en geografie. Waar ligt Westervoort? Dat ligt ten oosten van Arnhem. Waar ligt Oosterbeek? Dat ligt ten westen van Arnhem. Moet die kinderen ook gelijk begrijpen van nou, de mensen die zijn helemaal gek. Hoezo ligt Westervoort in het oosten en Oosterbeek in het westen? Nou, dan weten ze dat ook weer. De mensen net te gek zijn. Maar ze weten wel waar Oosterbeek ligt. En Westervoort. Dat is jouw taak als ouder. Tot het 14e jaar ongeveer. En tussendoor dus scheikunde, toetsen. En een man die heeft een natuurkunde laboratorium. Dat is toch ook leuk. Met een prisma. Een prisma stelling dingen. Dat is ik geil. Je hebt zo'n man en die staat op internet. Op Facebook. En die heet Jos Verstraten. En die importeert elektronica apparatuur uit China. Dat is ook een heel verhaal. Maar zo'n man die kan toch van alles leren over elektronica. Of een of andere vent bij jou in de buurt en die koopt van die rotzooi bij Jos. En die maakt er een leuke opstelling van. En, nou, en die nodigt kinderen uit. Van ja, kom maar langs, mag je komen spelen met een pulsgenerator en een op-amp. Dan gaan we een eigen radio maken. Dat is toch ook leuk? Een radiootje bouwen. Met niks, met weerstandjes. Ik kan dat niet, maar. Maar er zijn genoeg mannen die dat hartstikke leuk vinden. Nou, dan kan je je kind onderbrengen, €5 per uur of zo. Nou, 5 kinderen kan hij wel aan, dan heb je heeft die man €25 per uur. Zonder btw, zonder belasting, helemaal niks. Gewoon vergoeding voor zijn tijd en zijn aandacht, zijn inspanning. Ja, maar hoe weet ik dan of het wel goed gaat? Nou, dan blijf je daar toch bij. Dan ga je met je kind daar naartoe en dan zeg je, nou, Joris, we gaan naar iemand en die heeft allemaal spullen gekocht bij Jos Verstraten via Facebook. En dan krijg je les in hele gevaarlijke elektronica dingen met pulsgeneratoren en op-amps. Lijkt je dat leuk? Dan blijf je er toch bij. Het moet terug naar die organische aanwezigheid van de mens. Dat is belangrijk.
Voor de rest niet. Voor de rest is het onbelangrijk. Want die formele aanwezigheid van de mens die dan verzonnen heeft van ja, het onderwijs wordt verplicht zo dadelijk vanaf het tweede jaar, dat slaat nergens aan. Daar krijg je hele domme kinderen van. Mijn dochter is daar een voorbeeld van. Je snapt er helemaal niks van. Ja, vind je het gek? Ik kon haar van alles vertellen. Ik heb ook tegen mijn dochter gezegd van ja, als jij je tanden poetst, dan is het het beste om te beginnen met een tandenborstel dan. Hè? En alleen water. De tandenborstel een beetje nat maken. En dan scrub. Oh, als beste kan je als eerste beginnen met tandenstokers. Even de grootste rotzooi er tussenuit halen. En dan met water. En dan als laatste met tandpasta. Dat heet het tegenstroomprincipe. En ik vertelde tegen mijn dochter van kijk, de kieven van de vissen, die werken ook zo. Het tegenstroomprincipe. Mijn dochter zo van, waar maak je me nou? Is de manier waarop ik mijn tanden moet poetsen, dient te poetsen, stemt overeen met de manier waarop vissen zuurstof uit water halen? Ik zeg ja, dat is hetzelfde principe. Dus eerst met water, of tanden stoken, je hebt net varkensvlees gegeten of zo, als je geen Mohammedaan bent. Varkensvlees heeft die onhebbelijke eigenschap dat je dan die dingetjes tussen je tanden hebt. Ja, die moet je de eerste tussenuit buiten. Die vleesrotzooi weghalen. En doorslikken. Ja, dus die grootste rotzooi is eruit en dan gaan we met water. Ja, en dan komen die bommen. Die bommen. Dan gaan we rammen met tandpasta. En een heel klein beetje tandpasta. Heel klein beetje. Niet te veel, nergens van over. Ja, maar ik vind tandpasta wel lekker. Ja, dan moet jij als moeder een andere tandpasta kopen. Want tandpasta is helemaal niet lekker. Waarom? Het is geen voedsel, namelijk. Het is vim. Het is een schuurmiddel. En niet gelijk met je vieze tanden gelijk schuurmiddel eroverheen, want dat slaat nergens. Eerst zachtjes beginnen en dan steeds erger. Dan kan je je kind toch leren. Wat is dat nou? Heb je toch geen verplicht onderwijs voor nodig? Door veters strikken, dat wordt tegenwoordig. In het primair onderwijs worden gecontroleerd welke kinderen kunnen hun veters strikken. En daar zit ik voor te betalen, en jij dus ook, met je BTW, om kinderen te leren hun veters van hun schoenen te strikken. Ja, dan krijgen ze een strikdiploma en dat vind ik erg leuk. Nou, dan ga jij er lekker voor betalen, ja, maar wij niet meer. Ik ben het er beu mee hoor. Al die mensen die dan prima vinden dat kinderen verplicht naar het onderwijs moeten. Want dan kan mama lekker gaan werken in Zoetermeer-Zuid. Ja, dan moet zo'n moeder maar zelf gaan betalen. Want ze kan haar eigen kinderen dus kennelijk niet leren om de veters te strikken van de schoenen. En dan moet iedereen voor mee gaan betalen. Voor zo'n stoepmoeder. Die dat niet eens kan. Die vergeten was om een champagnekurk in haar interne opening te stoppen. En helaas is ze zwanger geraakt. En toen dacht ze, oh, maar ik kan mijn kind niet eens leren de veters te strikken. Oh, maar het onderwijs is verplicht. Nou, ik ben helemaal blij.
Dat is droevig, hoor. En niet grappig. En het is zo makkelijk. Als wij christen zouden zijn. Wij christenen hebben nergens last van. Wij christenen leren onze kinderen lezen. Wij christenen leren onze kinderen rekenen. Wij christenen leren onze kinderen veters te strikken. Wij christenen leren onze kinderen tanden te poetsen. Wij christenen zijn de lievelingetjes van God. Want wij zijn kinderen van God. En als er een nieuw kind van God bij komt, dan zorgen wij daar net zo voor, zoals wij gewild hadden, hoe er voor ons gezorgd werd. Toen wij een kind waren. Zoals in het Nieuwe Testament staat, doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. Er is toch niks aan de hand? Ja, zijn we allemaal verdorven in het heerlijke, vleeselijke, lustelijke Babylon? Dan gaan we lekker naar Soetermeer-Zuid met ons mooie alleenstaande moederbaantje. En we laten ons kind achter bij het officiële overheidskinderdagverblijf, waar het geleerd krijgt van bagger is het enige dat is. In den beginnen was bagger. En nu nog steeds. Ik ga afsluiten. Die gele hesjes demonstranten. Volgens mij zijn dat mensen die hebben 3 vaccinaties te veel gehad. Er moet een politieke partij komen. Misschien moet ik hem zelf wel oprichten. En dat is verplichting van onderwijs afschaffen. BTW afschaffen. De overheid verleent een dienst. En wat mag dat kosten? Je betaalt als burger al wegenbelasting. Dus daar zijn we over klaar. Die wegen die liggen er wel. Onderwijs, dat doen we zelf wel. Dat hebben we ook niet meer nodig. We willen wel graag een mondiaal toetssysteem, zodat je even als ouder kan controleren hoe vaardig je kind is. Dan kan je als mama met je kind gaan praten van ja, jij hebt, qua wiskunde zit jij onder de maat. Hoe komt dat? Is het jou goed genoeg? Ja. Mijn vader kon ook geen reet van wiskunde. Maar het is verder een goede carrière gemaakt, hoor. Veel gesopen. Dat was toch leuk? Mijn vader was topkok. Franse keuken. Maar kon geen wiskunde. Droevig is het. De stupidisering der mensheid is onvergeeflijk. Dit hebben wij allemaal op ons geweten. Behalve ik. Want ik zeg dit nu tegen jullie. Maar dat is geen geintje. Heb dat goed begrepen. Het is een
een collectieve schuld. Dat wij het woord genegeerd hebben. En dan geven we onze kinderen namaakteksten. In de hoop dat het allemaal goed komt, omdat de overheid communistisch, fascistisch, democratisch, katholiek is. Want die hebben immers maar, dat is Brabants, die hebben immers maar 500 miljoen mensen omgelegd. Schande over het onbesef. Ik vond dit een goede uitzending. Ik ga hem gelijk renderen en omhoog pleuren. Op zijn Engels heet dat uploaden. You believe me. Want ik ben het er niet mee eens. En God ook niet. Dat denk je wel niet. Dat God het goed acht dat zijn kinderen dom gehouden worden. En volgepropt worden met non-informatie. Mijn dochter die kreeg een groep 5 van het primair onderwijs. Mocht ze een jaar overslaan vanwege de sociale contacten. Ze hebben tegenwoordig maar heel ingewikkeld. Dat heb je meerdere. Wat vroeger heette dat klassen. Je had de eerste klas, tweede klas, derde klas, tot en met zesde klas. En je zat in de ene klas of je zat in een andere klas. En nu is dat dan helemaal veranderd. Het zijn groepen geworden en klassen. Die klassen die kunnen. Het is zo ingewikkeld, man. En dan zitten ze dus meerdere. De eerste klassers zitten bij de tweede klassers in de klas. En mijn dochter die had dus een hartsvriendin. Nog steeds hoor. Ja, die ging naar het andere lokaal. En mijn dochter die zou niet mee kunnen. En toen werd door de school gezegd van, ja, we laten haar een jaar overslaan, want ze is zo slim. Die kan dat wel trekken. Nou, maar toen kreeg mijn dochter een rekenachterstand vergeleken met de andere klasgenoten. Ja, ja, dat is wel een beetje vervelend. Ze kan niet goed rekenen. Ik krijg mijn naam weer. Oké, hoe moeten we dat gaan oplossen? Nou, zei die persoon, die leraar. Zij zei van, ja, jullie moeten haar gaan leren rekenen. Toen had ik in woede moeten ontbarsten. Want ze zei er ook nog bij van, kijk, het rekenonderwijs wat wij hier geven, dat is gebaseerd op Common Core. En dat is niet meer dat ouderwetse rekenonderwijs. Ja, dat mogen wij niet meer geven. Maar jullie kind heeft dat wel nodig. Ja, wat houdt dat dan in? Nou, zei ze, dat je kind de tafels leert. Van 1 tot en met 12. 1 tot en met 9. Nou, dat is ook wel mooi genoeg. Dan kan 12 er ook nog wel bij. Maar als je 1 tot en met 9, of 2 tot en met 9, als je die leert. Ja, dat moet je je kind leren. En dat doen wij niet. Want wij hebben wel betere dingen aan ons hoofd dan kinderen te leren hoe de tafels in elkaar zitten. Ja, ik vind het best dat die kwaliteit zo ongelooflijk laag is. Maar dan mag het niet verplicht zijn. Regelrecht zoem kotsen. Als ik het even gezegd mag hebben. Huh? Nou dan. Dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus, een dag lieverds, en probeer een beetje je kind onderwijs te geven. En schaf die verplichting af van het officiële, walgelijke, kotselijke onderwijs.